Alles kwam naar binnen. Een implosie van hier, de gunders, glas, alles in één keer. Ja, nog elke dag als ik thuis kom, dan kijk eens weer tegen die leegte aan. En was ik 5 minuten later geweest, had ik hier niet gestaan. Precies op die plek is de muur aan de bovenkant helemaal ingeklapt. Oh, dit is verschrikkelijk. De meerdere experts die er rondliepen in de wijk, die zeiden van normaal gesproken zijn we lijk aan het stapelen of in ieder geval gewond aan het afvoeren. Maar helemaal niemand was gewond, alleen hij zelf ligt gewoon. Wat een wonder, hè? Het is echt een godswonder, ja. Absoluut. Er gaat binnenkort iets ergs gebeuren, er komt een grote klap en ik neem iedereen mee, zoiets. Nou, daar blijkt niks van. Ook niet uit het dossier, maar ook niet uit mijn bevragingen van cliënt. S'morgens heeft hij koffie gedronken, tosti gemaakt, heeft bier gedronken. En vanaf dat moment is hij het gewoon helemaal kwijt, het hele verhaal. Ja, hij was echt boos op de wereld. Hij vormt zich het slachtoffer in het hele gebeuren. Hij stond niet als zodanig bekend. En wat de buren weten, dat is niet bij ons bekend geweest. Ik vind dat hem duidelijk verweten kan worden dat dit zo is gebeurd. Ik hoop dat het recht zegeviert wat dat betreft. Want zo iemand hoort niet in een gezellige wijk te wonen.